In een winderig Volendam speelt DVS 33 Ermelo vandaag tegen de RKAV Volendam. Voorafgaand aan de wedstrijd stond DVS op de 7e plaats. Volendam staat 13e. En bij DVS geen Benjamin Roemion. Hij ontbreekt vanwege een blessure. De eerste kans van de wedstrijd komt op naam van Daan van Baarsen. In de 2e minuut ontsnapt hij aan buitenspel. Maar hij weet Daan Huiskamp niet te kloppen. Volendam zet DVS in de beginfase onder druk. En dat resulteert in dit schot van Joey Tol. Sam de Wit weet de bal ter nauwernood weg te koppen. En dan breekt er een ongelukkige fase aan voor DVS. Achterin volgens Lars van Wetering, Erin Toeran Javus en Daan Huiskamp moeten het veld geblesseerd verlaten. Het is inmiddels flink beginnen te regenen in Volendam. En vandaar dat DVS TV de tribune opzocht, zodat camera-spullen niet zouden verregenen. In de tweede helft komen er meer en meer kansen voor DVS. De geel-zwarte hebben het betere van het spel en komen uiteindelijk dan ook terecht op voorsprong. Het is Nicky van Hilton die de bal voorgeeft op de vrijstaande Omar El Ghazouani. En de buitenspelers uit DVS op een terechte 0-1 voorsprong. Lang kunnen de mannen van Stefan de Geiter niet genieten van de voorsprong. Het is 10 minuten later als Tim van den Berg opzichtig in de fout gaat. En geeft Dave Zwarthoed een vrije doortocht richting doelman Gorsica. Hij zet de Volendam op 1-1. 2 minuten later dan. Omar El Ghazouani passeert zijn directe tegenstander. En het is Lars Huber die voor zijn tegenstander kruipt. En de bal via de onderkant van de lat keurig binnenwerkt. Uiteindelijk beslist Stef Nijland de wedstrijd in de 87e minuut. Hij profiteert van het weifelende optreden van de Volendamse verdediging. En schiet de bal zo keurig binnen. 1-3 voor DVS. DVS wint met 1-3 van Volendam. Zaterdag ontvangen we Staphorst in Ermelo. En hopen we wederom goede zaken te doen in de derde periode.